Eerst gaan we naar Hengelo. De stad heeft ambitieuze plannen met de binnenstad. Naast het stadhuis komt een ondergrondse parkeergarage met daarboven winkels en appartementen. Als die klus geklaard is, wordt het huidige winkelcentrum gesloopt en verrijst op die plek een woonwijkje. De totale kosten daarvoor zo'n 110 miljoen euro. Aan tafel is wethouder Gerard Gerrits, die je ongetwijfeld vol trots over wil vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben een zogeheten artist impression, een soort van beeld van wat we daar gaan zien. Ik weet niet of we die even kunnen laten zien. Dan kunt u ons misschien doorheen praten van wat zien we hier? Nou, kijk. Eerst, wij betalen geen 110 miljoen natuurlijk voor een ontwikkeling als deze. Het kost ongeveer 110 miljoen. Wat hier gaat gebeuren is eigenlijk links zie je het stadhuis. En daarnaast is op dit moment is een tijdelijke parkeerplaats. En die tijdelijke parkeerplaats is eigendom van een projectontwikkelaar uit het Westen. Die staat er nu niet op, want daar staan nu al hoge gebouwen op. Wat gaan we daar doen? Op die tijdelijke parkeerplaats, daar gaan we bouwen. En daar komt onder de grond een parkeergarage. Op de eerste verdieping, op de begane grond, komt dan een commerciële ruimte. En daarboven komen appartementen. Op het moment dat dat klaar is, gaan we naar rechts. Dan gaan we de oude Teamsbrug afbreken. Dat betekent dat de winkeliers kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. En dat is niet helemaal één op één, want er is straks minder vierkante meters dan dat er nu in Teamsbrug is. In winkels, winkelruimte gaat achteruit en woonruimte gaat vooruit. Exact. Wordt meer. Ja. Ja. En op het moment dat die verhuizing klaar is, gaan wij Teamsbrug en de parkeergarage afbreken. En wat zie je dan op het plaatje? Dan zie je dus eigenlijk een nieuwe woonwijk ontstaan met appartementen, met grondgebonden woningen, met groen met parkeren. Maar ook met commerciële ruimtes. Dus met gewoon winkels. En we hebben dat ooit in een plan ook opgeschreven. Dat we dat echt als een supermarktgebied zien. Dus dat het echt ook een locatie is voor de supermarkt. Dus zeer waarschijnlijk gaat Albert Heijn dus ook wel gewoon verhuizen naar de locatie 100 meter verderop. Ja, even voor de luisteraar. We zien een plaatje waarin links heel duidelijk het gemeentehuis van Hengelo te zien is. Dus het is eigenlijk rechts van het gemeentehuis als je van bovenaf ernaar zou kijken. Ik weet niet of dat een duidelijke beschrijving is, maar we weten ongeveer waar we het over hebben. 10 jaar geleden werd er al gesproken over een plan, hè, om dat gebied daar aan te pakken. Dat is toen gesneuveld. Waarom eigenlijk? Klopt. In 10 jaar geleden dacht men dat we nog wel behoefte hadden in Hengelo aan extra vierkante meters winkelruimte. Dat betekende dat in het plan van 10 jaar geleden 8000 vierkante meter winkelvloeroppervlak erbij zou komen. Nou, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Hè. Als we kijken wat er dus gebeurt. We moeten ook nog maar zien wat corona gaat doen ook in winkelvloeroppervlak. Als je ziet wat we aan leegstand hebben in Hengelo is rond de 20%. Dat is echt veel. Dan is 8000 vierkante meter nog eens een keer extra gaan bouwen is niet van deze tijd. Mm-hmm. Dus vandaar gewoon meer woningen, minder winkels. Nou ja, wat je nu in dit plan gaat doen is je gaat aan de ene kant ga je zo'n 4000, 4500 vierkante meter nieuw bouwen. Aan de andere kant breek je zo'n 6500 vierkante meter winkelvloeroppervlak breek je af. En die ruimte die er ontstaat, daar creëer je dus extra wonen in de binnenstad. Het risico voor de gemeente is 6 miljoen, geloof ik, hè? Het financieel risico. Ja, als je het hele plan gaat doorrekenen, dan komt daar een tekort uit. Transformatie in binnenstedelijk met afbreken, opbouwen, kost nou eenmaal veel meer geld dan dat je in een weiland de shovel ervoor zet en het bouwrijp maakt. Mm-hmm. Binnenstedelijke transformatie is duur. En het tekort wat ze nu uitgerekend hebben is zo'n 6 miljoen. En die 6 miljoen is ook het maximale waar de gemeente voor aan de lat staat. Ja. Dat betekent dat de gemeente dat sowieso zelf gaat moeten betalen? Of is dat niet per se zo? Nee, het is niet per se zo. Wat we nu zien is dat we 3 partners hebben. We hebben de projectontwikkelaar van Wonen. We hebben de herstructureringsmaatschappij Overijssel. Mm-hmm. En we hebben de gemeente Hengelo. De HMO, herstructureringsmaatschappij Overijssel, is eigenlijk onderdeel van de provincie. En deze HMO is eigenlijk opgericht om gebiedsontwikkeling aan te jagen, aan te zwengelen. En zij hebben geld, zij hebben de mogelijkheid om in dit soort projecten mee te doen. Niet om verlies te draaien, maar om te zorgen dat, het is niet hun intentie, maar het is om te zorgen dat een gemeente meedoet, dat een projectontwikkelaar meedoet. En zij hebben gezegd, alles wat meer is dan 6 miljoen, daarvoor staan wij aan de lat.
Is een binnenstad een ideale woonomgeving eigenlijk? Ja, dat kan zeker zijn. Je moet alleen wel heel goed kijken. Hè, want als je je gebiedsprofielen, wat we in Hengelo echt goed gedefinieerd hebben. Je gaat niet wonen boven horeca. Hè, want nachthoreca, dat is nou net niet het gebied waar je wil. Maar wonen boven winkels is een prima optie. En dat is wat dat betreft ook zeer gewild. We zien echt ontwikkelingen in Hengelo waarbij we nog geen weken wonen boven winkels beschikbaar is. Het is al weer weg. Ja. Wanneer wordt er begonnen met de bouw? Wanneer gaat de eerste schop de grond in, om het zo maar te zeggen? Nou, het is in verschillende fases. De eerste fase, en daar hebben we het nog niet over gehad, is bij het evenementenplein, het oude burgemeester Jansenplein. Dat is de eerste fase, daar komt de horecawand. Daar hebben we dus, het afgelopen jaar is daar de Ebenau-pand, het pand Mickey's voor de luisteraars, waarschijnlijk beter bekend, is afgebroken. En als het goed is, wordt er voor het einde van het jaar een omgevingsvergunning daarvoor aangevraagd. En dan wordt er gestart met de bouw. En dat betekent dat restaurant De Beren daar komt. En zeer waarschijnlijk komt daar een hotel aan het evenementenplein. Met hotelkamers boven de horeca. En dit wat we net op de Artist Impression zagen, dit hele gebied, een vergezicht, wanneer is dat ongeveer aan de hand? Als je het alles met alles gaat bekijken, dan denk ik dat we eerder in 2027, 2028 zitten voordat echt de laatste schop de grond uitgaat. Ja, dat duurt nog wel even dus. Ja, absoluut. Er wordt nog heel wat verbouwd in de komende tijd. Er gaat heel wat verbouwd worden in Hengelo. Wethouder van Hengelo, Gerard Gerritshoorde, bedankt voor de komst en voor de uitleg van de plannen. En succes.